ben de tegenstander aan het analyseren. Ik ben aan het kijken waar we die schapenkoppen kunnen uitmelken. De hele familie is bij elkaar, alle 11 speulers. We nemen die dutten naar de grazen. Jullie worden vrijdag allemaal geschoren, jongens. Die schapenkoppen willen ons weg hebben. Nou, we gaan het zien en het analyseren. Ja, we gaan wel hoor. Hij gaat er nog wel op, die gekke huis. Welkom bij aflevering 28 van Hanische. Terugblik. Ik had me vergist vorige week. Het was aflevering 27. Ja, boeien. Ik heb er wel zin in vandaag. De 1 minuut stilte vorige week voor de wedstrijd, dat deed me wel wat, zeg. En muisstil. 7.500 man. En je kon de speldeuren vallen. Indrukwekkend. Keepervel. Daarna was het een mooie avond voor ons, 5-0. En dan ook nog een scheids, Lindhout. Dat was geen brandhout. Hij floot prima. En dat zonder VAR. Tijdens het perspraatje zei die trainer van Hully dat ze hem met de B1 naar de Goffert hadden gestuurd. Het escaleerde uit de hand bij Hully. Des lachen. Ze deden niet wat hij zei. Lustre Homa. Pissig was die. Favoriete speulers. Lekker voor Okita. 2 doelpunten. Ik denk dat hij in de lift zit. En die Bossard, 2 keer. Hij schrok er zelf van die omhaal. En die Jody Bruin, dat is een armwinst. Wat een goede scherpe corner, zeg. Lekker vuil spulletje, die gozer van 1,72. Mooi dat die Bad van Rooij nog de laatste 10 minuten erin mocht. Ken die vast wennen. Tegenstander Dordrecht, die Claudio Braga, die trainer van Hully, die had de zoon van Jimmy Calderwood opgevolgd. Ze stonden op de 17e plek. En ik vind dat ze daar moeten blijven. Op hun eiland Dordt. Nooit geweten dat Dordt een eiland was. Hebben ze ook nog zo'n rare veld met 7% kunst en 93% echt gras. Voorspelling. Als we de vorm van afgelopen wedstrijd houden, zie ik het weer zitten. Maar 1 gier maakt nog geen zomer. En als je garantie wil, moet je een wasmachine kopen, zou Mark van Bommel zeggen. We gaan vrijdag schapen scheren bij die schapenkoppen in Dordt. Ik denk toch wel dat we daar gaan winnen met 0-2, 0-3. Dat we weer een goed carnavalsweekend hebben. Die herdershond van ons, die Schotse collie, Randy Wolters, die moet ze bij elkaar drieven. En als er 1 schaap over de dam is, zit het hek los. Dat is een ouwe, maar we gaan wel 3 punten meepakken, u doet. Hou je, tot volgende keer.